Goede beveiliging hoort erbij als u persoonsgegevens gebruikt. Waarom is dit zo belangrijk en hoe doet u dat? Persoonsgegevens zijn stukjes informatie over andere mensen. Daar gaat u zorgvuldig mee om. Denk eraan wat de gevolgen zijn voor uw klanten als het eventueel misgaat en hun persoonsgegevens in verkeerde handen komen. U kunt verschillende veiligheidsmaatregelen treffen. Welke dat zijn, is per situatie verschillend. Het hangt bijvoorbeeld af van de risico's die het opslaan en gebruiken van gegevens met zich meebrengt. Hoe hoger het risico, hoe strenger de maatregelen die u nodig heeft. Ga na wat de risico's zijn. Kan er bijvoorbeeld een datalek ontstaan? Het risico is groot wanneer u bijvoorbeeld verouderde technieken gebruikt om persoonsgegevens te beveiligen. Neem dan goede technische maatregelen, zoals het up-to-date brengen van browsers en virusscanners. Maar denk ook aan logging, sterke wachtwoorden of de versleuteling van gegevens. Er zijn ook organisatorische maatregelen nodig. Geef bijvoorbeeld alleen die mensen in uw organisatie toegang tot de persoonsgegevens die dat echt nodig hebben. En leg vast wat u doet als er een datalek of een beveiligingsincident plaatsvindt. Bij een datalek komen gegevens van uw klanten mogelijk bij iemand terecht die daar niets mee te maken heeft. Een datalek kan zorgen voor veel ellende voor klanten en relaties en kan u een slecht imago opleveren. Een goede beveiliging kan er juist voor zorgen dat klanten graag zaken met u doen. De beveiliging van persoonsgegevens is een continu proces. Wat vandaag nog actueel is, kan morgen alweer achterhaald zijn. Controleer daarom steeds weer of de beveiligingsmaatregelen die u heeft genomen nog voldoende werken of dat het tijd is om ze aan te scherpen. Is uw beveiliging misschien niet helemaal op orde of heeft u tips nodig? Kijk op autoriteitpersoonsgegevens.nl.